Hoi iedereen, daar ben ik weer. Vandaag ga ik jullie eventjes met mijn brakke hoofd, want dat ben ik echt. 2 dagen stappen, ik ben echt helemaal gaar. Maar ik dacht, ik ga even met dit rare, gekke kapsel en mijn hoofd vol met puisten door de oliebollen, appelbeignets en alle andere shit, ga ik eventjes laten zien dat ik een kat heb. En niet zomaar een kat, want deze kat, die kon ik zeg maar. Ja, je hebt weggeefgroepen op Amsterdam Deelt en Geeft, weet ik veel. Allemaal dat soort dingen. En zij werd er aangeboden omdat haar baasjes allergisch waren. Echt heel zielig en zo. En anders had ze naar een asiel gemoeten. Nou, dat is echt niet grappig. Dus ik besloot om haar over te nemen. En nou, ik zal jullie even het een en ander laten zien van haar. Popje, popje, popje. Popje is niet haar naam. Dit is Penny. Penelope Loes heet ze. Penny. Penny. Popje. Kom eens. Hé, Popje. Hi, schat. Hi. Oh, ben je zo moe? Ben je zo moe, Popje? Nou, dit is Penny. Penny is 7 jaar. En ze is nu. Even kijken, wat is het zonde? Ze is nu een week bij me, ze moet wel wennen. En met vuurwerk was het ook niet echt grappig. Ze is een beetje schrikkerig. Maar verder is ze super cute. Super cute. Oh ja. Mijn huis, dat is daar. Is de poes zo'n gadget van de. Hoe heet het? Van de Action. Die zwaait als het licht is. Waar gaat Penny heen? Let vooral niet op de troep, want het is nog een beetje rommelig. Na oud en nieuw. Ik heb hier zo'n schattig. Klein muisje hangen, dit muisje. Ik heb er touwtje aan gedaan, want werd ze super wild van. Het is zo'n klein muisje met van die haartjes eraan. Er zit catnip in. En catnip is eigenlijk een soort kattendrugs. Nou, ze wordt er helemaal wild van. En nu gaan we even naar de keuken. Want Penny heeft een cat-activity board. Laat eens zien, Penny, hoe het moet. Kijk, dit liggen allemaal. Broekjes die liggen verspreid over dit bord. En zoals je kan zien, gaat ze met haar poten doorheen. En dit is omdat ze een beetje dik is. En ze zeggen dan, hier wordt hun hersens mee getraind. Ze moeten verschillende dingen doen om hun eten te bemachtigen. Hier wordt ze dus geen luie poes van. Ze vindt het leuk om te doen. Penny! Kijk, we hebben hier hele schattige hokjes. Hier kan je brokjes in doen. Er zit een tunneltje onder. Hier kan je brokjes in doen. Er zit daar zo'n bochtje waar dat muisje ligt. Daar kan je dan ook, is ook een catnipmuisje, kan je brokjes doen. En die daar zo dit. Die soort pionnetjes haalt ze met het pootje. Kijk, hupsakee, haalt ze er iets uit. En daar zijn ook bakjes. Deze bakjes. Kijk, die zitten een beetje los zo. Dan hoeft ze alleen met het pootje erin te gaan. En dan kan ze die brokjes eruit halen. Vet schattig. Oké, dan hebben we hier zo even nog de kattenbak. Ze heeft lekker opgezeten, zo te zien. Kan alweer stofzuigen. In de kattenbak daar zit natuurlijk kattengrit. Maar er zit een zak in, dat witte wat jullie zien. En dat is dus speciaal voor. Nou ja, eigenlijk handig gewoon voor mij. Dat ik het daar in kan doen. En. Als het vies is, dan kan je gewoon die zak weggooien. Dat is echt super ideaal. Even kijken. Daar hebben we het kattenvoer. En ze gebruikt ja, speciaal voer. Het is niet echt. Kijk, vet schattig blik. Ze gebruikt. Hoe heet dit spul? Even kijken. Dit. Royal Canin. Voor gesteriliseerde katten, maar ik moet eigenlijk naar de dierenarts even kijken hoe dik ze nu is en of ze ander voer nodig heeft. Dus, maar ze vindt het heel lekker en ze krijgt alleen hardvoer. Heb ik ook nog dit. Zijn van die kattensnoepjes. Eigenlijk schijnt ze geen kattensnoepjes te mogen omdat ze dik is en ze moet gewoon ja, haar eigen voer hebben. Maar ik vind het zo zielig. Dan moet ze dit eten. Nou. Even kijken. En dan hebben we ook nog mijn vriend die heeft bakjes gegeven om te gebruiken. Deze bakjes. Gewoon heel simpel. Deze bakjes.
Dan kan ik ook nog eten in doen en water. Katten vinden het nooit zo fijn om uit plastic te eten. Dus ik kan beter een metalen voerbak of een stenen voerbak geven. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, de kattenbak klos. Ik heb gewoon katzaan, heet dat geloof ik. Katzaan en het zijn die witte korrels die hier op de grond zitten liggen. En voor de rest, even kijken. Oh ja, dit is heel leuk. Ze moet er nog even aan wennen, maar dit is een kattenmassageapparaat. En dan heb je hier zitten, ik weet niet of je het kan zien op de video. Maar er zitten hier nopjes, dus als ze hier opgaat met haar pootjes, worden er voetjes gestimuleerd. Hier kan je brokjes in doen of catnip, dan wordt ze helemaal wild gaan. Hier kan ze met haar kopje tegenaan gaan en dan wordt ze zeg maar ook gemasseerd. En hier ook. Je kan ze dan kopjes tegenaan geven, dan raakt ze ook haar haren kwijt. En hier kan ze nog bijten, dat is dan goed voor de kaakspieren. Het is van Cat It. Cat It heet het. Ze vindt het heel super leuk. En ja, ze is toch een binnenkat, weet je. Oké, okay, even kijken. Benny. Pak maar. Benny, waarom ben je zo lui vandaag? 1, 2. Joehoe. Muis. Piep, 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 piep. Pak het dan. Heb je er geen zin in vandaag? Ga je aan het touwtje eten? Dit was mijn kattenspam vlog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien dat ik Penny heb geadopteerd. En nou ja, hoe ze eruit ziet en een kleine indruk van haar hebben gekregen. Doe vooral een duimpje omhoog als je meer van mij wil zien. Van gekke video's tot lifestyle. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel. Doei!